Tot grote schrik van zwarte handelaren en prijsopdrijvers wordt Den Haag bij verrassing overstroomd door een groot aantal ambtenaren van de prijsbeheersing, die bij verschillende bedrijven en winkels een uitgebreide controle zullen uitoefenen. Wij waren in de gelegenheid om de controleurs op hun tocht te vergezellen. En zo zijn we hier in een grote kruidenierszaak, waar alles grondig geïnspecteerd wordt. Bij de controle blijkt dat het grootste deel van de middenstanders zich wel degelijk aan de prijsvoorschriften houdt. Naast deze groep, die dus aan de opbouw van ons land medewerkt, zijn er echter ook zwakke broeders, die aan de verleiding om extra te verdienen geen weerstand kunnen bieden en die bij de controle onherroepelijk tegen de lamp lopen. Zoals deze textielhandelaar, wiens goederen in beslag genomen worden. De handelwijze van deze mensen is natuurlijk af te keuren, maar het publiek dat vaak elke prijs wil betalen, treft ook een grote schuld. Ook de borrel heeft de aandacht van de controleurs. Met kennis van zaken wordt de kwaliteit beoordeeld, terwijl er tevens nauwlettend op wordt toegezien dat de stamgasten de juiste hoeveelheid geestrijk nat toegemeten krijgen. Weinig ontsnapt aan de aandacht der controleurs. Zelfs niet het geliefde kroketje. De zwarte eieren die de ambtenaren hier ontdekken, worden natuurlijk in beslag genomen. Ook op de toegangswegen tot de stad wordt strenge controle uitgeoefend. De stationscontrole heeft meestal goede resultaten. En als de hoeveelheid clandestine waar daartoe aanleiding geeft, krijgt men gratis vervoer. De in beslag genomen goederen worden in grote magazijnen opgeslagen om na eventuele verbeurdverklaring via de bona fide handel weer te worden verkocht. Laten we bij dit alles wel bedenken dat zelfs de meest intensieve controle geen waarde heeft indien niet producent, middenstander en consument een loyale medewerking verlenen in de strijd tegen zwarte handel en prijsopdrijving.